Vanavond heeft zich op de legerbasis Blauwkamp een explosie voorgedaan die aan 7 mensen het leven heeft gekost. Als dit maar half is wat het lijkt, heb jij je opening van het journaal vanavond? En die Pakistan? Nog geen match. Nucleaire microtechnologie, dat is de toekomst. Micro-nuke. Ik denk dat die man wel aan kan. Als blijkt dat de AIVD dat donker bij dit hele ding betrokken is. Zo hoer. Als dat CIA was. Er is één meneer bij die ons alles kan vertellen over dit onderrondje. Naast Lisbeth Donker, meneer Sleeswijk. Wat is dit? Hoe komen ze hier aan? Wie belazert mij hier? Je neemt je laptop overal mee naartoe. Gaat het? Zorgvliet moet er weg. En Rogier Langhorst ook. Hij slaapt weer. Waar waren we gebleven? Domme. Zo is zoveel als de liefdesblackout. Is niet de bedoeling, meneer Langhorst. Niet de bedoeling. Ik heb weer een nieuwe match. Jongens, ik heb een match voor die Pakistan. Deze is al eens eerder met diezelfde witgoedvrachtauto naar Islamabad gereden. Sleeswijk's vaste koerier. Ashraf Shafiq,
Ashraf Shafiq? Die ging wel vaker met een vrachtwagen van Nederland naar Pakistan. Witgoed, zogezegd. De firma Profijt. Deed daar een handeltje met een onderneming in Islamabad. Maar leverde ook aan de Amerikaanse legerbasis. Koelkasten, wasmachines, micro... waves. Micro nukes. Illegale wapenhandel naar Pakistan. En Lisbeth was daar dus van op de hoogte. Lisbeth. Ik heb geprobeerd Sleeswijk pakken te krijgen. Hij is van de aardbodem verdwenen. Wat is dit voor onderrondje? In Islamabad? Door haar schuld rijdt er nu een auto van de Taliban in dit land met een atoomgranaat. IVD, Defensie. Daar moet ik mijn collega Defensie in kennen. Berend? Die kranslegging voor de vermoorde militairen van legerbasis Blauwkamp? Ik wil een exacte lijst van de genodigden. Locaties, aanrijroutes, alles. Morgen moet ik een krans leggen voor de slachtoffers van legerbasis Blauwkamp. Daar zie ik hem. Ik krijg hem onder vier ogen te spreken, zonder adviseur. En daarna stap ik samen met hem naar de premier. En jij gaat niet mee. Wat zijn jullie gastheer? Abdul Khan, toch? Die spion die jarenlang atoomgeheimen uit Nederland smokkelde. Ik vraag stellen, weet het antwoord al een beetje. Uit het bedrijf waar jij nu voor werkt. Dus jij laat morgen Lisbeth Donker arresteren? Hoofd IVD oppakken. Nou, als je niet iets verzint, dan loop je het risico dat we binnen nu in afzienbare tijd een krans bij jou moeten komen leggen. Ik krijg geen woord uit die nerd. Dat zeg ik, als vrouw bereik je niks bij dat soort types. Wat deden jullie in Islamabad? Zo pal na die aanslag op de Blauwkamp-kazerne. Moet je aan hem vragen. Wie? Hem? Hem daar. Oh, die. Wat is dat voor man? CIA. Oh? Wat moest Lisbeth van hem? Ze likte zijn reet. Hadden ze een verhouding? Ze kwam uit zijn slaapkamer. Heb je dan een verhouding? Hallo, Lisbeth. Zijn dit alle genodigden voor de kranslegging? Matthias Maat staat er niet bij. Die is toch altijd bij dit soort gelegenheden? Ja, ik weet niet waarom niet. Ja, misschien dat ze zich heel veilig voelt. Maar wil je dat ik uitzoek wat erachter zit? Ik heb een idee. Wij gaan drie vliegen in één klap slaan. Lisbeth Donker. Van waar de eer? Ik wil je zien. Helene. Oh, gezellig.
pik je zo op. Over 12 minuten, achter de kerk. Is er iets? Waar gaan we heen? Naar de AIVD. Ik wil je spreken. Oké. Tot zo. Tot zo. De AIVD. Dan komt hij nooit in zijn oog. Ik pik je zo op. Kwam dat echt als een verrassing voor Rogier? Zijn paniek klonk wel echt. Ja, maar ik vind het doorzichtig allemaal. Het is gewoon weer een nieuw excuus om zijn spijt niet aan te zetten. Hij heeft ook weer een half uur voor een liefdesblackout genomen. Ja, precies. Tijd genoeg voor een opzetje met Lisbeth Donker. Maar uitzetten zal binnenkort niet meer lukken. Ik ben bezig met een programmaatje waarmee ik zijn spy vanaf hier kan activeren. Pieter, ik heb een klus voor je. Delicaat. Wat wilde die CIA'er van Donker? Nou! Dat weet ik toch niet, man. Ik lag toch niet onder dat bed. Hier. Jafar Abbas. Was de Taliban. Kinderen, hè? Jouw micronukes. Hoe komen ze eraan? Ik heb hem keurig afgeleverd op een Amerikaanse basis in Islamabad, Pakistan. Noten, auw. Daar hebben ze hem versjagerd of verkocht. Genoeg mensen die van alles doen voor geld. Soldaten die creperen aan stralingsziekte. Ik ben een wetenschapper. Ja. Ik doe zaken met andere wetenschappers in het buitenland, ja. Zullen ze dan niet te scheiteren zijn om de techniek verder te ontwikkelen? Al iets zoals in Nederland, waar je gebonden bent aan regels van mensen die toch niet begrijpen wat je aan het doen bent. Ik heb toch niks met religie, man. Hoeveel prototypes van die micronukes heb je in Pakistan geleverd? 1. Prototype P1. B2 zat al in de vrachtwagen. Ja, die is gejat, hè? Nee, Sleeswijk levert niet aan de Taliban. Ik geloof hem. Hij heeft gewoon het werk van Abdul Khan voortgezet. Nou, de nieuwste wapentechnologie doorgespeeld in Pakistan. Onder de ogen van Defensie, MIVD, AIVD. Ontgedekt door de Amerikanen die daar bij de grens een clandestine wapenfabriek wilden opzetten. Ja, ja, en toen ging er wat fout? De Taliban kreeg die eerste micronuke in handen. Hoe? Zou Sleeswijk ook wel willen weten. En dan nu die tweede, micronuke. Hier, in Nederland. Hoeveel heeft hij er gemaakt? 2. Ja, dat zegt hij. Ik geloof hem. Hij was apetrots op dat klote ding. Hier, laat nog even die foto zien. Mr. X, inderdaad CIA. Lisbeth Donker viel als een blok op die staalblauwe ogen van hem. Ze hebben een heftige verhouding. En nu? Geen van de hoge pieven zal een arrestatiebevel voor mevrouw Donker accorderen, hoor. He, Tamara niet, is er te laf voor. Uh-huh. Collega Defensie? Te veel boter op zijn hoofd. Ja. We hebben geen andere keuze. Dan grijpen we er zelf. Die spy die moet natuurlijk wel uit. Zometeen. Niet uitzetten, maar eruit. Ja, dat weet ik ook. En hij ook. Dat is het hele punt. Ik vertrouw het niet. Ja, wat moet hij anders? Hij heeft geen keus. Dat ding moet eruit, anders loopt hij zo met zijn spy de AIVD. Waarom moeten wij hem opeens daar hebben? En waarom moeten we hem ineens zo nodig zien?
weet niet. Je weet nooit echt wanneer je iets serieus moet nemen of niet. Ja. Sorry. Sorry. Ja? Ja, met mij. Ja. Ja, hij komt naar buiten. Hij kijkt in het rond, maar... Hij kijkt om zich heen. Hij gaat daar bij de pilaar staan. En het lijkt toch heel erg op luistervinken wat hij daar doet. Als je nu de deur uit zou komen, dan zou je zo tegen hem oplopen. Ja, Blauwkamp. De kranslegging. Wat? Wat voor bewijzen? Een aanslag? Door Afghaanse terroristen, een vervolgactie op... op die vorige aanslagen, dezelfde groep dus. Zorgvliet wil geen machtsvertoon. Dat respecteren wij dan toch? Met al die pers eromheen. Ideaal decor voor een martelaarsdood. Eén ding. Hou die maat bij Zorgvliet weg. Hij staat niet meer op die lijst. Perfect. Hou we zo. Oké, tot later. Ja, wat wilde je met me bespreken? Sorry, ik moet onverwacht weg. Ach, landsbelang. Waar ging het eigenlijk over? Die hou je van me te goed. Oh. Ik kan je helaas niet terugbrengen. Wacht hier. Iemand begeleidt je naar buiten. Dag. Dag. God, nee, verdomme. Jezus. Ja, Matt, met mij. Ik moet je dringend spreken. Zorgvliet weet toch van niks? Ideaal decor voor een martelaarsdood. Wat zei ze? Ijskoud. Dus het gaat om aanslag op de Blauwkamp-kranslegging? Ja, vervolgactie op die twee vorige. Zelfde groepering dus. Weer onder een raketaanslag? Kon ik dat niet horen. Kan dus van alles zijn. Lisbeth Donker weet van een aanslag op Blauwkamp. Martelaarsdood. Martelaarsdood. Het kan dus ook gaan om een aanslag op Tamara Zorgvliet zelf. Zorgvliet weet van niks. Toch? Nee. Lisbeth heeft het expres niet aan Zorgvliet gemeld. Ze zei wel... Hou maat bij Zorgvliet weg. Ja. Maak ik zelf wel uit. Hele mediacircus verplaatsen naar een plek zonder symboliek. Geen sprake van. Als terroristen willen toeslaan, vinden ze altijd wel een gelegenheid.
Lisbeth Donker heeft er deze keer alle belang bij dat die terroristen slagen. Als jij de pijp uitgaat, dan komt het haar verdomd goed uit. Liever staande sterven dan liggend leven. Heb jij je pilletje wel geslikt? Ik laat de hele omgeving door een speciale eenheid uitkomen. Goed? Maar ik ga. En jij doet wat jou goed lijkt. Als het maar discreet is. Ik ga in ieder geval met je mee. Kranslegging wordt niet afgeblazen. Tamara zwicht niet voor terug. Misschien komt er helemaal geen aanslag. Ik bedoel, we hebben het alleen van Rogier. Hier. Check maar. Maat is toegevoegd aan de lijst van genodigden. Hij rijdt met Tamara mee. De omgeving van Blauwkamp wordt grondig uitgekampt in opdracht van Zorgvliet. Tot hoever zoeken ze? Straal van 3 kilometer. Actieradius van die vorige aanslagen. Dan zitten wij safe. Spaai weg. Handig. Maar je bent wel bij haar op kantoor geweest? Ja. En hoe is de kantoor ingericht? Zacht tapijt? Staat er een divan? Mimoen, kijk jij via die Chinese satelliet? Je kent die actieradius van die lanceerinrichting, dus check alle eventuele opstelplaatsen. En Sonja, jij alle verkeersbewegingen. Maar wie zegt dat ze diezelfde lanceerinrichting gaan gebruiken? Niemand, dat weet ik. En misschien sturen ze wel zelfmoordenaars. En zolang wij godverdomme niet weten wat Donker weet, kunnen wij niks. Oké. Okay. Nou, het stinkt naar pis. En het is pis. Sporen van acetylmorfine. Een junk. Heroïne. Zit hier ook aan. Dat verhaal van Rogier, dat klopt in ieder geval. Wat weet Lisbeth Donker van die aanslag? Waar? Wanneer? Misschien kan Mimoen nog een poging wagen om haar computer te kraken. Nee, dit soort gevoelige informatie bewaart ze niet op de computer. Veel te riskant als iemand erachter komt dat ze iets verzwegen heeft. Ja, maar er moet toch iets van aantekeningen zijn? En niet namen, nummers of een kaart ergens in de la? Ja, maar niet op de kantoor. Thuis, waarschijnlijk. Ja. Dat is zelfmoord. Thuis is aan alle kanten beveiligd. Dat is computergestuurde bewakingstechniek. Mimoen en Sonja hebben het volledig onder controle. En wat moet ik daar vinden? Namen, nummers, situatieschets. Sniperpositie, routeplanning, alles wat maar te maken kan hebben met die op handen zijnde aanslag. Je hebt nog een uur. Ze komt nooit voor 7 thuis. En concentreer je op haar bureau. Het lijkt me niet het type dat geheimen bewaart in de groentela in de linnenkast hier. Het moet nu, Rogier. Als ik gepakt word. Ja, dan ben je gewoon een Israëlische wijnboer. Ja, de minnaar van Donker. Je lult je daar wel uit. Je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Je bent hier goed in. Als jij daar iets vindt in dat huis, dan kunnen we Donker binnenkort arresteren. Dan ben je uit de penarie. En anders heb je altijd nog de Mossad om je te redden. Het gaat niet om mij. Ze zullen altijd Dali en Ariel weten te vinden. Zorg dus dat je niet gepakt wordt. Kom op. En ik ben hier niet als je terugkomt. Ik moet weg, dat begrijp je. Zet hem op. Dalia, met mij. Kun je mij straks ergens oppikken?
Maat? Wat gaan we doen? Wachten. Waar hij mee komt. Oké, dus we zijn aan Rogier overgeleverd. Ja. Oh. Ja. Ze komt eraan, nu. Oh. Stop maar, wacht maar. Ik stap hieruit. Ik zie je morgen. Lisbeth! Is dat jouw auto? Van mijn vrouw. De mijne is ingebroken door een junk. Wat doe jij hier? Oh, dat weet je best. Ik dacht, misschien is ze thuis. Nee, ik was benieuwd wat je me te vertellen had. Ik heb het waanzinnig druk, Rogier. Sorry. Sorry. Donker heeft me spy. Zij heeft mijn auto laten doorzoeken. Waar is Ariel? Bij de oppas. We moeten onderduiken. Heb je iets gevonden? Ja. Een kaart. Ik stuur hem door naar Matt. Nee, wacht even. Wacht even. Denk na. Donker wantrouwtje, maar ze heeft nog niks gevonden. Ze heeft een spy. Ze denkt dat het een glazen oog is. Als ze die camera had ontdekt, dan had ik het heus wel geweten. Ja, maar het is een kwestie van tijd. Precies. Daarom geef jij nu niks door aan Maat. Oké, we houden ons stil en we wachten af. Tot?
Totdat Donker gearresteerd is. Dan zijn we van de af. En als het niet gebeurt? Tot de kanslegging. Tot de aanslag? Hoe hebben Maat en zijn collega's jou behandeld? Als Zorgvliet omkomt in een aanslag, dan is dat einde team. Dan kunnen we eindelijk naar huis. Naar Tel Aviv. Rustig verder leven. Samen. Maar als jij Maat nu informeert en die aanslag wordt verijdeld, weet Donker ook nog eens dat jij gelekt hebt. Dalia, hij is mijn vriend. Oh ja? Iemand die jou zo'n risico laat lopen. Maar ik moet hem iets geven. Ik moet hem nu bellen. Matt. Sorry. Alle moeite voor niets. Maar ik heb wel iets gevonden wat ik kwijt was. Het doosje waar mijn spy in zat. Nee, dat zat er niet meer in. Maar zij heeft dus mijn auto laten doorzoeken. Nee, daar was geen tijd meer voor. Ze kwam thuis, het ging allemaal net goed. Oké, ja, ik spreek je straks bij. Oké. Donker heeft ingebroken in zijn auto. Ze spy gejat, het junke pis rondgestrooid om ons te misleiden. Ja, waar is ze nou helemaal mee bezig? Waarom heeft Rogier in het huis van Donker niets gevonden over die Taliban-aanslag? Mimoen, jij kon toch van hieruit die spy aanzetten? Ja, ik denk het wel. Maar ik heb hem nog niet echt kunnen uittesten. Kan ik wel even doen, nu? Nee. Wat als dat ding geactiveerd wordt in beveiligd gebied? Ja, dan gaan de alarmbellen rinkelen. Is het meteen ook echt einde, Rogier. Ja, dat risico moeten we nu maar gewoon eens gaan nemen. Ja. Nee, alleen alsjeblieft, kom op. Het gaat hier om zijn leven. En om dat van Dalia. Ik heb het over het leven van Zorgvliet. Van militairen. En hun familie. De moeder van Martijn. En van jou, maat. Ja. Legerbasis Blauwkamp. Is dat het doel? Dit is waar die raketten zijn neergekomen. Er staat helemaal niks meer. En dit is het monument. Mm-hmm. Waar straks die kranslegging is. Dit is de route die Zorgvliet neemt of zo. Dit is de alternatieve route. En dit? WF. Wat is dat? N? Zijn controlepost. Nou ja, ik moet dit aan Maat doorgeven. Daar hebben wij het al over gehad. De auto is geprepareerd. Mooi. Ik heb Tamara met klem geadviseerd de rechtstreekse route te nemen. Wat doen we trouwens met Lankhorst? Hebben we die nog nodig? De auto van beveiliging die rijdt voorop. Dan Tamara en ik. En wij hadden continu contact, toch? Ja, ik volg jullie via GPS.
Laat Rogier Langkorst in de waan dat hij safe is. Na de kranslegging. Oh, en ik ben het eerstkomende uur onbereikbaar. In bespreking. Alles is onder controle. Ik ben er niet gerust op, Matt. Lisbeth Donker heeft met klem geadviseerd de rechtstreekse route te nemen. Dus wij nemen de andere. Inmiddels zijn op de legerbasis Blauwkamp de laatste voorbereidingen in volle gang voor de herdenking van de raketaanslagen 2 maanden geleden. De aanslag werd destijds zo door minister Zorgvliet wereldkundig gemaakt. Vanavond heeft zich op de legerbasis Blauwkamp een explosie voorgedaan die aan tenminste 7 mensen het leven heeft gekost. Uiteindelijk zijn bij de aanslag 8 militairen omgekomen. Over 3 kwartier worden de eerste hoogwaardigheidsbekleders op de legerbasis verwacht. De minister van Defensie onthult er een monument voor de slachtoffers. Het gebeurt in de aanwezigheid van de familieleden. Ook de premier en de minister van Veiligheid maken hun opwachting bij dit voor Nederland zo aangrijpende eerbetoon. Rondom de legerbasis en op het terrein zelf zijn uitzonderlijk strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. We gaan rechtsaf. Alternatieve route. Alternatieve route. Merci, Rogier. Ze rijden nu de stad uit. Ik moet weten wat ze doet. Ze heeft die spy. Mimoen? Activeer die spy. Ik weet het niet. Ja, we moeten het risico gewoon nemen. We hebben geen andere keus. Rogier. Fuck Rogier. Sorry jongens, maar ik kan niet werkloos blijven toezien hoe Tamara en Matt worden vermoord. Mimoen, activeer die spy. Mimoen? Ik weet het niet, alleen. Mimoen? Spy. Alleen, ik Oké. Okay. Oké, hoe werkt dat ding? Hey. Oké. BFA bijna bereikt. Hij werkt. Geen alarm. Oké, ze heeft dus geen verklikken daar. Jezus. Lisbeth. Die spy, ja. Ze heeft hem aan kunnen krijgen. Nee, ze heeft niks in de gaten. Kan hij spontaan aanspringen? Nee. Maat heeft hem aangezet om Donker af te luisteren. Als zij jouw spy ontdekt, dan gaan wij eraan. Zoiets zal Maat nooit doen. Oh nee? Hoe vaak heeft hij het al gedaan? Jou met een nepfilmpje naar Donker gestuurd. Jou laten inbreken in haar huis. Haar computer laten kraken. Het is nog een wonder dat we leven. Ik heb tegen je gezegd, Rogier. Wij geven niks door aan Maat.
Hoe groot is jullie voorsprong? Hebben jullie nog tijd om de rode loper uit te leggen? De rode loper? Het moest toch allemaal low profile? WFA bereikt. De loper wordt nu uitgerold. Wegwezen. Houd de lijn open, ik wil meeluisteren. Nog 3800 meter. Nog 3800 meter. 3800 meter? Wat lult ze nou? Het is nog minstens 11 kilometer tot naar die basis. 3800 meter? Wat? War follows you home. Oh, mijn god. FH. War follows you home, WFH. Niet WFN. Zij doet het zelf. Wat? Zij zit achter de aanslag. Ik ga nu Maat bellen. Maat. 800 meter. Er is iets op 800 meter voor je. Laat de eerste escort passeren. Fuck, het is een hinderlaag. In gesprek. Ik weet niet precies wat. Wacht eens, niet te snel rijden. Helene, blijf Maat proberen. Het is Lisbeth Donker. Er moet iets zijn. Zie je iets? Melden. Melden. Ik heb oogcontact. Oh, stop. Wacht. Terug. Stop. Terug. Wacht. Doe wat hij zegt. Terug. Terug. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Maar hoezo mislukt? Wat op het laatste moment getipt? Hoezo? Dat is Matt, jongens. Ja, Matt? Dat is een autobom. Matt is oké. Hoe kan dat nou? Hoog hier. We moeten hier nu weg. Ja, met mij. Pak alle spullen, alleen de belangrijkste dingen. Snel, alleen het hoog nodig. Taxi, meneer. Huh? Jij moet. Kom op, we hebben haast. Ja.
hoezo ontsnapt? Ik wil de premier spreken. Onder vier ogen. Volgens de eerste bevindingen van de IVD gaat het hier om een zelfmoordterrorist. Vermoedelijk een Afghaan. Er is reden genoeg om aan te nemen dat hij dezelfde vooropleiding heeft genoten als de terroristen waaraan wij de aanslag op legerbasis Blauwkamp te danken hebben. Ik ben zelf ontsnapt. Ja, ja. Hij heeft er weer een mooi lulverhaal van gemaakt. Ja, wat had je verwacht? Haar eigen werknemer. Het hoofd van de AIVD die een Afghaanse autobom in scène zet om de minister een kopje kleiner te maken. Hoe is het eigenlijk nu met Rogier? Gerben die brengt ze naar een safehouse. Jongens, zonder Rogier was Matt nu dood geweest. Zonder Rogier was Matt niet in gevaar gebracht. Groot verschil. En? Je hebt de premier gesproken en je collega Defensie? Ze geven toe dat Lisbeth Donker wellicht de schijn tegen heeft. Maar achten het inopportun om haar nu... Inopportun? Als we haar advies hadden opgevolgd en we hadden de rechtstreekse route genomen, dan was dit überhaupt niet gebeurd. Oh, dus ik ben hier een zelfmoordterrorist. Ik plan een aanslag op jouw leven en ga dan naast je zitten. Wie weet. Ga maar eens op zoek naar een nieuwe adviseur. Nu! Het zou niet de eerste keer zijn dat ze iemand vermoordt. War follows you home. Wat is het doen? Oh, shit. Tuurlijk. Binnenhof, middelpunt.